Een Godly Play sessie is een verhaal wat in een besloten ruimte doorgaat, waar het ook stil moet zijn. De verteller zit op de grond, want het verhaal speel je ook op de grond. En de toehoorders gaan ook op de grond zitten. Komen één voor één binnen, komen rustig in de kring zitten. Je gaat het verhaal vertellen en op het moment dat je begint te vertellen, laat je het oogcontact los met je toeschouwer. Want je gaat zelf in het verhaal duiken, waardoor iedereen ook echt in het verhaal gezogen wordt. Dit is een herder. Er lagen die nacht heel wat herders in de velden in de buurt van Bethlehem. Dit is één herder, maar er waren er vast nog veel meer. Na het verhaal dan gaan we samen ons verwonderen. Dan gaan we vragen stellen over, ik vraag me af wat je het mooiste vindt in het verhaal. Of wat je het meest geraakt heeft. Of wat je het belangrijkste vindt. En wat belangrijk is, geen enkel antwoord is goed of fout. Elk antwoord is waardevol. Ja, ik heb het gezegd. Dat de drie koningen direct wisten, ja niet direct, maar zo wisten dat ster, dat niet zomaar een ster was. Na de antwoorden, dan wordt iedereen uitgenodigd om zelf ook iets met het verhaal te gaan doen. Er ligt creatief materiaal en je kan gaan lezen, je kan knutselen, je kan allerlei dingen doen in de ruimte die beschikbaar zijn. En wat je doet is ook weer voor jezelf, is niet voor de groep. Daarna komt iedereen weer terug in de cirkel en dan gaan we samen iets kleins eten, drinken. En we sluiten af met een dankzegging, een kort gebedje of een lied. Dankjewel omdat we kunnen voelen en horen en ruiken en luisteren. En omdat jij heel dicht bij ons kan komen en ons een dikke knuffel geeft. En het mooie van die structuur, dat is dat niet alleen het verhaal wat je doorgeeft van belang is, maar dat ook eigenlijk de volgorde van een eucharistieviering wordt gevolgd. Bij het binnenkomen, het onthaal, de lezing, de verwerking daarvan, de maaltijd, de dankzegging en weer de wegzending. Godly Play is een prachtige vorm om te kunnen werken met zowel kinderen als met volwassenen. Omdat het de essentie van het Bijbelverhaal terugbrengt tot de boodschap die je eigenlijk wilt overbrengen. Zonder al de moeilijke taal, zonder al de moeilijke begrippen die het anders ja, complexer maken om in het verhaal te duiken. En wat je merkt, dat is dat het mensen raakt. Ze worden echt meegenomen door de kern van de boodschap. En wat je vertelt is niet zomaar wat je eigen ja, gedachten zijn daarover. Maar het is echt ook theologisch onderbouwd. Er zit een hele methodiek achter van hoe het gegroeid is. En je merkt ook dat het iets doet dat het binnenkomt. Bij mensen. Dit is de kleine baby Jezus. Kijk, hij wil jullie een knuffel geven. Maar Jezus groeide ook op en werd een grote man. En toen stierf die man aan het kruis. Dat is een beetje triest, maar ook heel, heel bijzonder, wonderlijk. Bij Godly Play kunnen heel indringende gebeurtenissen plaatsvinden die je ziet gebeuren in de ogen van een kind. Zo is er het verhaal bijvoorbeeld van Abraham en Sarah of andere woestijnverhalen waar de nabijheid van God ook echt met steeds hetzelfde gebaar wordt uitgebeeld. En dan krijg je dus hier dat figuurtje van Abraham en God kwam heel dicht bij Abraham en Abraham kwam heel dicht bij God. En Abraham wist wat God van hem wou. Dit gebaar komt een aantal keer terug in zo'n verhaal. En op een bepaald moment in dat verhaal sterft Abraham. En Abraham wordt dan ook in je hand gelegd. En daarna komt ook de hand van God komt er ook weer boven. En die geborgenheid bij het overlijden en bij ook het begraven van Abraham in het woestijnzand, heeft bij een kindje wat echt moeite had met een rouwproces, gemaakt dat hij opeens iets meekreeg en iets begreep van de nabijheid en de geborgenheid en eigenlijk een stap verder kon zetten in zijn rouwproces. En zo merk je van een Bijbelverhaal betekent iets in je leven en kan je een stap vooruit helpen in je leven. Die kleine Jezus werd helemaal anders. En zijn armen werden heel, heel groot. En zo kan hij vanaf nu bij ons zijn op een heel andere manier. En strekt hij zijn armen uit naar alles en iedereen. Voor altijd en overal. En het is zowel om toe te horen als om het te mogen vertellen, is echt een fantastisch geschenk. Het is een rijkdom.